We hebben gekozen voor vier belangrijke exponenten van de Amerikaanse muziek. Te weten Duke Ellington, Gershwin, het concert in F in het arrangement van Grove, dus de Whiteman-versie. Een stuk van Gunther Schuller, die bekend staat als de uitvinder van de third stream, zoals dat genoemd wordt. Een combinatie tussen klassiek en jazzmuziek. En tenslotte natuurlijk Leonard Bernstein. Daar kom je niet omheen om die man. En die suite On the Waterfront, dat is een meesterlijk stuk muziek. Het is allemaal Amerikaans, het refereert allemaal aan grootstedelijkheid. The sound that's involved in this music has to do with the blues and the rhythmic vitality of jazz and the spirit of improvisation. In the Bernstein, you can hear the rhythmic elements, the blues, you can hear syncopation, you can hear that time, the feeling of jazz time in it. Of course, in Ellington is all of those things combined. The solo stuk wat ik speel is Rush Hour on 23rd Street van Gunther Schuller. Gunther Schuller is een voorvechter van de zogenaamde third stream. Third stream is een soort beweging die je zo rond 1950 kreeg en die zich erop richtte om jazzmuziek een meer concertante vorm te geven, meer een klassieke vorm. Jasper Blum is a wonderful tenor saxophone player, a wonderful example of a young musician who has a very modern viewpoint on things, but he also can play in older styles, and he understands the history that came before him, but everything he plays is fresh. In de jazzmuziek zie je dat het geluid van een saxofonist vaak heel persoonlijk is. Er is niet zozeer sprake van een ideaalbeeld van nou, zo willen we allemaal klinken, maar het ideaal is dat je herkenbaar bent op dat instrument. Wat me eraan bevalt is dat ik elke keer eigenlijk weer nieuwe dingen ontdek aan het instrument. Dus dat er elke keer weer nieuwe klankmogelijkheden zijn. Het houdt nooit op en dat is maar goed ook. Jasper is fantastisch. Wij hebben zelf ook een heel goede tenorsolist, Leo Jansen. Maar die heeft die avond al zoveel te spelen. Dat hij zei van ja, zo'n solo stuk er nog bij, dat wordt me gewoon echt te veel. Dat snap ik wel. Die jongens hebben een hele zware week. Het is een behoorlijk zwaar programma. En dan is het fijn als zo'n solo stuk, dat daar dan een externe solist voor komt, die we allemaal fantastisch vinden. Wij zijn allemaal fans van Jasper. I think sometimes you have to let the music happen. And so, although you might want to be the boss and lead the orchestra in a certain direction, I think that the conductor in this music has to see where the soloists are going. You have to see where the music wants to go. And sometimes, especially when a rhythm section or an improviser is involved, you have to listen for the moment and see where that moment is and respond.